we moesten wel af en toe nee verkopen. Voor 150 leerlingen uit groep 7 en 8 is maandag de zomerschool van start gegaan. Wethouder Bob Roelofs kwam de zomerschool openen. Maar de zomerschool was dit jaar niet voor iedereen toegankelijk. Heel veel leerlingen die wilden deelnemen. Er was ook een wachtlijst, eigenlijk wil je dat natuurlijk niet, maar het zegt wel hoe hoog de nood is, zeg maar. Het is wel echt heel erg lastig hoor. Dus we schakelen veel met de scholen. We vragen ook aan leerkrachten waarvan zij denken voor welke leerlingen het echt het meest nodig is. En leerlingen die ook gemotiveerd zijn. Er waren in totaal 180 inschrijvingen voor dit jaar. En dat betekent dat er voor 30 kinderen geen plek was. Er moest ook nee verkocht worden, want we hadden veel meer inschrijvingen dan plekken. Het is jammer voor die 30 kinderen, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Ja, je hebt te kijken naar het aantal beschikbare docenten, dit was het. Ja, dat is natuurlijk een mooie conclusie dat je eventueel voor volgend jaar het wat breder weer moet inzetten. Door de achterstand die sommige leerlingen hebben opgelopen door de coronacrisis, zijn de aanmeldingen behoorlijk opgelopen. En aan de andere kant zorgde diezelfde coronacrisis voor een tekort aan docenten. Ja, we willen goede kwaliteit leveren, dus we willen gekwalificeerde leerkrachten hebben. Maar ja, die zijn natuurlijk net ook weer heel erg moe van alle coronaperikelen en de schoolsluiting en de online onderwijstoestanden. Dus we hebben wel ambitie om te groeien, maar we moeten wel die kwaliteit kunnen waarborgen, want daar staan we echt voor. Goede leerkrachten beschikbaar, ja, dat is eigenlijk wel heel belangrijk.